zijn hier bij Siva Logistics in Venray Oostrum. Wij doen hier de logistieke dienstverlening voor een klant met consumentenelektronica. Wij ontvangen de producten van onze klant middels containers en vrachtwagens. Daarna hebben we standaard inbound, outbound en VAS activiteiten. En op die manier zorgen we ervoor dat de producten weer bij de klant terechtkomen. Wij wilden de standaard vloot van 24 volts machines, die wilden wij graag vervangen voor lithium-ion machines. En uiteindelijk zijn dat 43 eenheden geworden. Hoezo lithium-ion? Primair om de veiligheid in ons warehuis te verhogen. Niet meer wisselen betekent geen risico's op omvallende batterijen, schades, etc. Ja, we zijn in ons business case uitgegaan van een gemiddelde tijdsduur van 12 minuten die een warehuismedewerker nodig heeft om zijn batterij te verwisselen. Dus zeg maar van stopactiviteiten waar hij op dat moment mee bezig is, tot en met het wisselen en weer teruggaan naar zijn werkplek. De overstap naar lithium-ion vraagt inderdaad een andere manier van werken. En dat betekent dat je vaker moet laden, waardoor dat je goed moet nadenken over de positionering van je acculaatstations of acculaders. We hebben dat verdeeld over twee typen laadstations. Eén laadstation voor onze ordeverzameltrucks hebben we alles bij elkaar centraal in het warehouse geplaatst, zodat mensen makkelijk naar de kantine toe kunnen. De andere variant hebben we gemaakt voor de machines die gebruikt worden voor het laden en het lossen. En die hebben we direct tussen de docks geplaatst. Waardoor dat je eigenlijk een acculaatstation bij je werkplek krijgt. Ja, het is eigenlijk allemaal uitgekomen wat we bedacht en berekend hadden. Dus het werkt gewoon erg prettig. Niet meer wisselen. De medewerkers zijn eigenlijk relativ snel gewend. En als volgende stap hebben we ook gekozen om ook onze reach-trucks om te gaan zetten naar lithium. Dus de volgende bestelling is nu uit en dat is de volgende stap. Op weg naar alles op lithium. Jong Heinrich.